Hij haastte zich terug, maar kon toen een direct volgend hartschot niet onder controle krijgen. Van de toesnellende Hongaren was het rechtsbuiten Sándor die zijn team de leiding bezorgde. Het had er alles schijn van dat Elek Schwarz toen later kon linksbuiten Fenji Vesi de verkeerd opgestelde Pieter Schraafland voor de tweede maal passeren. Deze teleurstelling was voor de hele verdediging achter zich had gelaten.